tot de behandeling van het raadsvoorstel. Op 26 januari jongstleden gaf de gemeenteraad te kennen de voorwaarden waaronder het opvangschip in Velsen-Noord eventueel langer kan blijven, te willen bespreken met inwoners. Het college besloot een raadpleging te houden onder de inwoners van Velsen-Noord. Over de uitkomst van deze raadpleging is de gemeenteraad op 16 maart geïnformeerd, waarna er een debat heeft plaatsgevonden over de eerste twee ingediende amendementen op het voorgestelde besluit. In bijgevoegd raadsvoorstel wordt de raad gevraagd of hij wensen en bedenkingen heeft bij het voornemen om het schip te laten vertrekken en bij het onderzoek naar alternatieve locaties voor rivier- en zeecruiseschepen. Bij het tweede amendement zijn er 16 stemmen voor en 16 stemmen tegen geteld. De stemmen staakten, wat volgens de gemeentewet betekent dat er in een volgende raadsvergadering opnieuw gestemd moet worden en hierna pas de volgende amendementen, het besluit en de moties behandeld kunnen worden. Vanwege het spoedeisende karakter van het onderwerp is er vandaag een extra raadsvergadering ingelast om verder te kunnen gaan met de besluitvorming over het raadsvoorstel. Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het al dan niet uiten van wensen of bedenkingen, neemt het college een definitief besluit. Bij voorliggend voorstel liggen nog 3 amendementen ter bespreking. Wij starten met het agendapunt daar waar de stemmen gestaakt zijn, bij amendement 4, dat is ingediend door de fractie Velsen Lokaal over plan C. De beraadslagingen zijn erover afgerond en we gaan nu over tot hoofdelijke stemming met een lange stemverklaring. En we gaan, we gaan eerst nog even het amendement laten zien. Voor de duidelijkheid wil ik graag nog even van de indiener het dictum, zodat iedereen weet wat het amendement behelst. Meneer Bleekman, ik geef u het woord om het dictum nog even voor te lezen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal u direct voorlezen, niet inleiden, en ik zal straks in mijn stemverklaring ook aangeven waarom dat is. Wij stellen voor het voorstel als volgt aan te passen. In punt 2 het raadsbesluit te wijzigen in het onderzoek naar de locatie Zijkanaal C te intensiveren en de overige locaties uit te sluiten als alternatieve locaties voor de asielzoekers van de Silja Europa. En punt 3 komt hierbij te vervallen. Dan wil ik even inventariseren wie er allemaal een stemverklaring wil geven. Gezien het onderwerp wil ik als eerste het woord aan de heer Bleekman geven. U heeft het woord. Bedankt, voorzitter. Velsen Lokaal is niet meer de Velsen Lokaal die wij in december waren. Want het is een constante worsteling. Een lokale partij met een lokaal belang en met een goede fractiediscussie en soms daarbij eventuele benodigde fractiediscipline. Dit werd volledig overhoop gegooid door het falend landelijke beleid. Een fractie met 7 politieke kleuren, dat werkt perfect voor lokaal beleid. En ik ben nog steeds van mening dat wij een ontzettend goed werkende fractie hebben en elkaar de ruimte gunnen en geven om onze doelen te behalen en daarbij een goede afweging te maken. Deze 7 kleuren werken soms tegenstrijdig wanneer we het hebben over de fundamentele thema's als asielbeleid. Hier spreken de harten en de overtuigingen van mij en mijn fractieleden sterker dan het doel om een goede gezamenlijke afweging te maken. Wij zullen dan ook op dit dossier elkaar de ruimte gunnen, met alle respect voor elkaars afweging en waarde.
Want voorzitter, dit dossier is ontzettend polariserend. We kunnen ons hier gemakkelijk in verliezen, zelfs als gemeenteraad van Velsen. Blijf naar elkaar luisteren en blijf elkaar de ruimte geven om democratisch van mening te kunnen verschillen. Maar wat er is gebeurd tussen januari en nu... Met de verkeerde klemtoon. Maar wat is er gebeurd tussen januari en nu? Waarin wij stemden voor het onderzoek naar de alternatieve locaties voor de opvang voor mensen met binding met de regio. Want wij zijn net als in januari en net als vorige week ook vandaag weer voor de opvang voor gezinnen en kinderen. Wij vinden het daarin niet erg om vooruit te lopen op de spreidingswet, waarvan wij rekening mee houden dat deze in januari ingaat. En mocht deze niet ingaan, dan vinden wij Velsen zijn fair share moet nemen, zoals het CDA vorige week al mooi zei. Waarom een stevig amendement? Van vorige week kwam een memo met de afwegingen voor de alternatieve locaties. Dat begon met, twee locaties vallen direct af. Met daarbij een hele sumiere onderbouwing dat deze locatie te ver van de bewonerwereld lag. En hier hadden wij sterk onze bedenkingen bij. Want als we in een humanitaire crisis zitten, doe je er als COA toch alles aan om mensen op te kunnen vangen? In de memo die wij gisteravond kregen, werd echter duidelijk dat er meer is gedaan dan dat. Zoals wij al hoopten, was er meer dan deze ene memo en deze ene zin onderzocht. Dat stond helaas niet op papier en was ook niet bekend bij ons als gemeenteraad. Als wij eerder deze essentiële informatie hadden ontvangen, hadden wij wellicht ook een andere keuze gemaakt. Nu blijkt dat zijkanaal C totaal niet haalbaar is. En ons uitgangspunt blijft wel om de gezinnen op te vangen. En wij zijn bereid om mee te denken om gezinnen op te vangen aan de zeecruisekade. En ja, deze locatie werd in ons amendement uitgesloten. Maar wij verwachten dat het draagvlak door onze inwoners voor gezinnen met kinderen vele malen groter is dan die voor alleen reizende mannen. De technische bezwaren, de weersomstandigheden op deze locatie, dat is onderdeel van het onderzoek van het college. En hier wensen wij het college ook heel veel succes bij. En omdat het na een check bij de jurist niet mogelijk bleek om dit amendement in te trekken, zijn wij genoodzaakt om bij deze tegen ons eigen amendement te stemmen. Dank u wel, meneer Bleekman. Dan ga ik een beetje random door het verhaal heen. Ik geef de heer Schollink het woord. Hartelijk dank, voorzitter. Op basis van de meest recente informatie die wij vorige week donderdag hadden, bleek dat geen enkele van de voorgelegde alternatieve locaties haalbaar was binnen de deadline van het vertrekken van het schip. Zijkanaal C was niet goed onderzocht en was leek een van de mogelijkheden die nog wel eventueel te realiseren viel. Naar aanleiding van de memo van gisteravond blijkt dat niet alleen Zijkanaal C niet te realiseren is binnen die termijn, maar dat een andere locatie dat potentieel wel is. Dat maakt dat onze afweging is veranderd en wij nu tegen dit amendement zullen stemmen. Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan de heer De Ruig. U heeft het woord. Ja, voorzitter, zoals wij vorige week al hadden aangegeven, zou het amendement zoals het voorlag en nog steeds voor ligt, dat zou uitsluiten dat we in ieder geval die gezinnen met schoolgaande kinderen en ook die mensen met een binding met de regio zouden blijven opvangen. Wij zijn er altijd heel duidelijk over geweest, wij willen daar wel een inzet voor plegen. Dat zou met dit amendement de facto uitgesloten worden. En daarom is ons standpunt niet veranderd en zijn wij nog steeds tegen. Dank u wel. Ik geef graag het woord aan de heer Kwant. U heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, zoals ik al vorige week ook gezegd heb, ben ik geen voorstander om een asielzoekersboot te leggen in een kwetsbare wijk. De alternatieve locatie Zijkanaal C is voor mij nog steeds een prima locatie. Dat het COA deze locatie afwijst, doet bij mij de vraag rijzen hoe hoog de nood en de crisis is bij de COA voor de asielzoekersopvang. Als zowel het COA als de staatssecretaris en het college veel eerder geanticipeerd hadden voor de locatie Zijkanaal C, dan had de kade er al gelegen. En hadden de gezinnen met kinderen één op één over kunnen gaan naar de locatie Zijkanaal C. Want als de voorgestelde locaties aan de Loswal en de zeecruisekade om wat voor reden dan ook niet doorgaan, dan hebben we een nog groter probleem. Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Ik geef graag het woord aan de heer Hoekstra.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vorige week was GroenLinks al tegen dit amendement. Omdat het andere opvanglocaties dan Zijkanaalzee uitsluit. En omdat het breekt met het voornemen om kinderen en gezinnen met een regionale binding op te vangen in de overwegingen. Sinds gisteren weten we dat Zijkanaalzee eigenlijk helemaal geen oplossing is. Of dat het een jaar gaat duren voordat daar een schip kan liggen. Daarmee is GroenLinks dus nog duidelijker dan eerst tegen dit amendement. Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan mevrouw Padmos. U heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk hadden we de vorige keer al een beetje discussie over de haalbaarheid. En ik denk dat in deze memo dat het helder is geworden dat het gewoon niet haalbaar is. En we hebben allemaal de prioriteit, of in ieder geval de visie erop genomen dat we deze gezinnen willen helpen. En dat gaat met dit amendement niet lukken. En ook niet als je het hebt over een wat-als situatie. Wat als we eerder dit hadden gedaan. Dat heeft gewoon nu geen zin meer. Dus ik bij deze stem ik tegen. Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan meneer Karretheven. Meneer Karretheven, u heeft het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid zal tegen het amendement stemmen. Het amendement sluit namelijk alternatieve locaties uit. Wij, de Partij van de Arbeid, staan voor het ruimhartig beschermen bieden aan vluchtelingen die om humanitaire redenen hun land moesten verlaten. Het gaat hier wel om duizend mensen. Mensen die op de vlucht zijn, gezinnen en jonge mensen. Voor wie hun toekomst onzeker is over wat en waar die zal zijn. En daar moeten we, vinden wij, oog voor houden. Ook vanuit de medemenselijkheid. Dank u wel. Dank u wel. Ik geef graag het woord aan de heer Nijmanting. U heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, de CDA-fractie heeft vorige week ook aangegeven dat wij voor het opvangen zijn van vluchtelingen met een binding. Dat we daar graag een plek voor zoeken. En het amendement biedt daar eigenlijk geen ruimte voor. Want de enige optie die wordt gegeven, die was bij voorbaat al kansloos. Dat blijkt nog meer dan het al bleek. Dus wij blijven tegen. Helder. Ik geef graag het woord aan de heer Bal. U heeft het woord. Ja, voorzitter. Ooit een politieke partij opgericht. Vels vooruit, later overgegaan in Vels lokaal, dus dat heb ik ook opgericht. En dat deden wij omdat wij dan besluiten konden nemen om onze inwoners het echte te gunnen. Los van partijpolitiek vanuit Den Haag of de provincie. En ja, je kan mij echt niet wegnemen dat hier ook vanavond weer ontzettend grote partijpolitiek wordt gevoerd vanuit GroenLinks en D66. Maar daar komen ze vanzelf van achter als er binnenkort weer Tweede Kamerverkiezingen zijn. Het gaat mij erom dat wij hier voor de inwoners van Velsen zitten. En ik heb bijna een jaar geleden aangegeven dat ik het ook onmenselijk vind om met mensen te zitten schepen en varen op bootjes. Dat het contra het beleid is wat je zou moeten voeren om de echte vluchteling te kunnen huisvesten in ons land. En de echte vluchteling te kunnen ontvangen. Want beste mensen, er zijn ook geen regionaal gebonden vluchtelingen. Die bestaan namelijk niet. Je wordt als regionaal gebonden als je statushouder bent. En als je statushouder bent en je zit in een asielzoekerscentrum, dan ga je naar een gemeente toe waar je gevestigd wordt. En dan ben je regio gebonden. Dus dat soort argumenten die raken in dit geval kant nog wal. Er worden inmiddels alweer gewoon mensen status houden. Dus die gaan gewoon naar Valkenburg of Appelschaar, weet ik waar ze allemaal naartoe gaan. Maar die krijgen gewoon een gemeente toegewezen. En ik vind het erg jammer dat wij niet net zoals de gemeente Huizen, waar de gemeente Naarden denk ik wel ballen heeft, zeggen van ja, Miljoenrijk, dit is jullie pak Jan. Jullie hebben ze over de schutting gegooid. Zo was wat ik een jaar geleden ook al gezegd heb. Begin je nou niet aan en ga nu nou niet meer verder. En ga vooral niet plaatsen in die wijken die al kwetsbaar zijn. Met name IJmuiden en Velsen-Noord. Doe dat nou echt niet. En het feit dat het Zijkanaalzee zou zijn afgewezen en niet goed is, dat is absoluut niet waar. Dat kan aangepast worden. Ik heb zelf onderzoek gedaan om een aantal woonboten waarvan ik dacht dat die in maart 2023 bij de spuisluis weg moesten, aan te leggen bij Loswal en daar ook verder stijgen. Dat is absoluut onbespreekbaar. En ik vind het nu echt ridicuul dat op dit moment gewoon zegt dat het er nu wel kan. Dus onze eigen woonbootbewoners konden wij niet plaatsen. En nu kan het blijkbaar allemaal wel. Dit geeft mij veel te ver. En daarom zal ik zeker voor dit amendement stemmen. En ik vraag me ook af wanneer die woonbootbewoners van de spuisluis nou daarover ingelicht worden. Dank u wel. Ik geef graag het woord aan de heer Cornet. U heeft het woord.
Voorzitter, dank u wel. ChristenUnie staat voor het blijven bieden van een veilige plek voor vluchtelingen en zeker voor de gezinnen met kinderen. Laatste informatie uit het college laat zien dat Zijkanaal C daarbij niet gaat helpen. Als het al kan, duurt het veel te lang voordat deze plek beschikbaar is en kan geen goede overgang van de gezinnen met kinderen plaatsvinden. Dat is de meest recente informatie en de ChristenUnie zal opnieuw tegen dit amendement stemmen. Dank u wel. Ik geef graag het woord aan de heer Van Kooten. Dank u, voorzitter. Dit is een belangrijke lokale opgave. Dit is een belangrijke maatschappelijke opgave. Wat is wel haalbaar? Optie C zou een ideale plek kunnen zijn. Echter, het is niet zo gebleken. Het gaat over mensen, het gaat niet over kippen. Optie C is niet haalbaar. Optie plan B is dan een alternatief. Ik stem tegen het voorliggende amendement. Dank u wel. Dan geef ik graag het woord. Hoorde ik iemand zeggen voorzitter? Nee. Oh, jawel. Meneer Sintini, u krijgt het woord. Dank u wel, voorzitter. Mijn collega zei het vorige week al. Na de verkiezingen, het CDA was gehalveerd. Maar u ziet het CDA komt altijd weer terug. We zitten weer op volle sterkte. Daarnaast, voorzitter, moet ik echt mijn excuses maken aan de raadsleden dat ik er niet was. Want daardoor zitten wij nu weer het amendement te behandelen. En als ik er wel geweest was, had ik tegengestemd. En dat ga ik nu ook weer doen. Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan de heer Leversier. De heer Schots, u krijgt het woord. Ja, voorzitter, ook dank. Voorzitter, het is bijzonder om tegen je eigen amendementen te stemmen, zoals nu gedaan wordt door Velsen Lokaal. Misschien begrijpelijk, maar ik snap het in ieder geval van mijn kant af niet. Voorzitter, als mede-indiener zullen wij in ieder geval net als de LGV voor dit amendement stemmen, juist ook om een signaal af te geven. In tijden van nood kan namelijk alles gerealiseerd worden. In onze optiek ook een spoedkaart wordt in Zijkanaal C en alle andere zaken die geregeld moeten worden. Naar mijn idee, laten we ons leiden door COA en misschien wel een vooringenomen besluit, waardoor dit Zijkanaal C-stuk gewoon verder niet bespreekbaar is. Binding met de regio waar iedereen het over heeft, het bestaat niet. Pas als je een status hebt en een vaste wonen- en verblijfplaats, dan heb je een binding met de regio. Maar deze mensen kunnen in heel Nederland geplaatst worden. Dus weg binding. Voorzitter, geen schip in de kwetsbare wijk in Oudermuiden en geen schip in Velsen-Noord. Dank u wel. Meneer Vonk, u krijgt het woord. Dank u wel, voorzitter. Het mag duidelijk zijn dat FVD ook tegen het amendement is. Voor ons is het niet ingewikkeld. We vinden dat geen enkele locatie overwogen moet worden. We hebben onze plicht eigenlijk al gedaan, voor zover we dat hadden moeten doen. Zes maanden cruise ship. Het zou eenmalig zijn. Velsen-Noorders hebben zich duidelijk uitgesproken. En wij denken dat we dezelfde reacties mogen verwachten voor alle Velsenaren. Ook wij vinden het emotioneel appel van binding zwak. Sterker, wij vinden dat een culturele binding voor migranten bij de burige landen veel humaner is dan mensen naar de andere kant van de wereld verplaatsen. Met een ander klimaat. Laat staan dat we niet willen meewerken aan de asielindustrie die toch wel perverse trekken lijkt te hebben. Als laatste, dat geldt ook voor de verzorgingsstaat. Dat moeten we ons ook wel realiseren. We hebben de overheid een vinger gegeven. Die neemt onze hele hand. Wanneer houdt dit op? Als afspraak blijkbaar niet afspraak is, zoals in het eerste geval. Dan zal dit de hele tijd blijven doorgaan. En dan zullen we denk ik best wel veel van dit soort raadsessies gaan krijgen. Ik denk dat we een grens moeten stellen. Dus nogmaals, FVD is tegen dit amendement. Dank u wel. Meneer Sietompel, u krijgt het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik was voornemens te verwijzen naar mijn collega, met wie ik het helemaal eens ben. Maar ik voel me toch geroepen om een kort woord te zeggen over dit amendement. Ik heb de vorige keer tegengestemd. Dat ga ik nu weer doen. En eigenlijk nog met meer overtuiging dan vorige week. Medemenselijkheid is wat mij betreft staat bovenaan. En opties uitsluiten, onderzoeken waar deze vluchtelingen kunnen blijven verblijven tijdelijk.
is wat mij betreft geen goed optie. Brand op mijn lippen om te reageren op voorgaande sprekers, dat zal ik deze keer niet doen. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik graag nog het woord aan de heer Aardenburg. U heeft het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Onze fractievoorzitter heeft net de stemkaart aangegeven en een medepartijgenoot. Dezelfde punten heb ik daar ook op staan, en dus dat ga ik niet herhalen. Dank u wel. Dank u wel. Ik zie de heer Selik. U krijgt het woord. Dank u wel, voorzitter. Vorige week hebben wij voor gestemd. Onze voorzitter, fractievoorzitter, heeft al verduidelijkt hoe wij erin zitten. Het is voor ons een hele moeilijke beslissing geweest. Maar de memo die maakt het een en ander duidelijk. Daarom zal ik tegen het amendement stemmen. Dank u wel. Ik check even of ik inmiddels iedereen heb gehad. Ja, dan... Ga ik iets doen. Ik ga namelijk zelf ook een stemverklaring geven. Ik ben ook een raadslid. Dus ik ga eventjes de bordjes veranderen. En dan komt mijn stemverklaring. Als het goed is, ben ik nu gewoon Kitty Wolfs van Velsen Lokaal. Ja, en dat ben ik ook. Mensen... Ik zal vanavond ook tegen ons amendement stemmen en ik zal u uitleggen waarom. Vorige week gaven wij met de kennis van toen aan dat Zijkanaalzee een voorkeurslocatie zou moeten zijn. De rust, ruimte en het vele groen maakt de plek wat ons betreft ideaal om vluchtelingen naar een helse tocht weer een beetje tot rust te laten komen. Echter, inmiddels blijken er aanzienlijk meer redenen te zijn waarom Zijkanaalzee niet haalbaar is. Het is jammer dat we dat vorige week niet helder hadden. Ik ben niet heel enthousiast over de cruise terminal of de VOB-kade als locatie. Ik zie alleen wel het belang om voor 170 vluchtelingen, de gezinnen met kinderen die onderwijs volgen in de regio, een alternatieve locatie te zoeken. Voor mij persoonlijk staat vooral het welzijn en de ontwikkeling van die kinderen hierin voorop. Onderwijs blijft alleen als kinderen zich kunnen hechten en er rust in hun woonsituatie is. De onderwijslocatie in Heemskerk heb ik bezocht en die biedt dat aan deze kinderen. En daarom stem ik tegen. Dan ben ik nu weer de voorzitter. De plaatsvervangende voorzitter. Oh ja, excuses. De plaatsvervangende voorzitter. Oei, gevoelig puntje. En dan gaan we over tot hoofdelijke stemming en dan geef ik graag het woord aan onze griffier. Want dan gaan we een andere procedure in. U heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. De vorige keer dat we de hoofdelijke stemming hebben gedaan, zij begonnen in de alfabetische volgorde van de presentielijst. Echter, het regelingsverordening schrijft voor dat we even moeten loten. Dat zal ik bij deze doen. Daar hebben we een mooi mandje voor. En ik zal een nummer eruit halen. Dat is het nummer op de presentielijst. En vanaf daar ga ik de alfabetische volgorde af. Ik zal de voorzitter het nummer laten zien. Klopt. Nummer 2. We schuiven één plek op ten opzichte van de vorige hoofdelijke stemming. Meneer Bal, kunt u uw camera uitzetten? Ik begin echter wel bij de heer Bal. Die is nummer 2 op de presentielijst. Ik zei voor. Ik zal het nog even vragen. Ik heb er nu vier gezegd, dus vier voor. De heer Bal zegt voor. Ik ga naar de heer Bleekman. Tegen. De heer Boulet. We wachten even tot de microfoon het doet. Ja. Tegen. Tegen. De heer Zwiek. Tegen. De heer Cornet. Dit is ook even wachten op de microfoon. Tegen. Dank. De heer Van der Does. Tegen. De heer Hoekstra. Tegen. De heer Karateken. Tegen. De heer Koppers. Tegen. De heer Van Kooten. Tegen. De heer Kant. Voor. De heer Leverancier. Voor. De heer Neemanting. Tegen. Mevrouw van Ombergen. U mag voor of tegen. Tegen.
Dank u. Mevrouw Pappels. Tegen. Mevrouw Pinkes. Tegen. De heer Rijkers. Tegen. De heer De Huig. Tegen. De heer Schollink. Tegen. De heer Scholz. Voor. Mevrouw Segers. Tegen. Mevrouw Da Silva Marcos. Tegen. De heer Sintini. Tegen. De heer Sittenboel. Tegen. Mevrouw Van Turnhout. Tegen. De heer Uitendaal. Tegen. De heer Vonk. Tegen. Mevrouw Wolfs. Tegen. Mevrouw Van der Zanden. Tegen. En dan beginnen we bij het begin van het alfabet en dat is de heer Aardenburg. U mag het zeggen. Voor. Dank u. Dan hebben we 5 stemmen voor en de rest is tegen. Dan is dit amendement verworpen. En dan gaan we door.